Ongeveer 2000 fietsers en bromfietsers zijn 's ochtends in Nijmegen aan de start gekomen voor de jaarlijkse Betuwe-tocht ten bate van de TBC-bestrijding. De bromfietsers hebben een parcours van 125 kilometer af te leggen, de wielrijders een van 75. Via de Waalbrug verlaten de deelnemers de Keizer Karelstad. Korte tijd later zijn ze dan in de Betuwe, ons onvolprezen nationale fruitgebied, waar de vruchtbomen hier en daar nog bloesem dragen. Van de hoge dijken af genieten de toerrijders van een fraai uitzicht over het land. Slechts hier en daar moest er even gestopt worden voor een controle, of wat minder plezierig is, voor een kleine panne. Maar over het geheel liep alles van een leien dakje. Tot laat in de middag bromden en trapten de deelnemers door het schone Betuwse land. Deze tocht werd een prachtige inzet van het Nederlandse toerseizoen.